Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Wil jij graag je gedrag veranderen of wil jij gewoon meer uit jezelf halen? Dan denken we heel vaak dat we daar gemotiveerd voor moeten zijn. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld, een heel mooi onderwerp om het met je over te hebben. Want motivatie, dat zal ik zo meteen met je gaan uitleggen, is niet voldoende om op de lange termijn daadwerkelijk dingen te gaan veranderen voor jezelf. Want motivatie heeft één grote valkuil waar we vaak niet op letten. En we denken vaak van, ja, ik moet gemotiveerd zijn, want dan kom ik in beweging. Nee, motivatie is daar niet de belangrijkste bron voor. Want motivatie heeft één grote valkuil en dat is dat het altijd afhankelijk is van je gevoelens. Dus dat betekent dat als jij je heel fijn voelt, dat je die motivatie wel hebt. Hè? Dus je staat 's ochtends op, je gaat van alles doen, alles lukt lekker, want ja, je hebt een positieve gevoel, dus je bent gemotiveerd. De volgende dag kan het echter zijn dat je gewoon echt een klote dag hebt. En dan sta je 's ochtends op en je denkt van, oh, waarom moet ik dit allemaal doen? En dan heb je dus, je staat op met negatieve gevoelens, wat we allemaal wel eens hebben. En dat betekent dat je, als je die negatieve gevoelens hebt, opeens ook geen motivatie hebt om iets te gaan doen. Dus wat gebeurt er? Je gaat het ook niet doen. En dat komt dus puur door jouw gevoel. Dus als jij in actie en in beweging wilt komen en je wilt dat consistent doen, elke keer opnieuw, dan is het ontzettend belangrijk om dat niet te gaan doen vanuit motivatie. Omdat je weet dat je het dan soms wel doet en soms doe je het niet, afhankelijk van je gevoelens. Dus je wil een strategie gebruiken die onafhankelijk is van je gevoelens. En dat is, zoals ik dat noem, de gewoontestrategie. Okay, dus je wil de motivatiestrategie ombuigen in de gewoontestrategie. En de gewoontestrategie is namelijk onafhankelijk van jouw gevoelens. Je doet het gewoon. Denk maar eens bijvoorbeeld aan tandenpoetsen, vind ik zelf een heel mooi voorbeeld. En op het moment dat jij je heel erg kloten voelt of misschien ziek bent, dan is de kans nog steeds heel erg groot dat je toch gaat tandenpoetsen. Nou, hoe kan het dat je dat wel gaat doen? Dus dat is onbewust gedrag wat je hebt aangeleerd. Omdat je dag in dag uit hebt geleerd. Omdat je het al heel erg lang achter elkaar hebt gedaan. Je bent misschien wel gepusht door je ouders om dat continu te doen. Maar je hebt het aangeleerd. En dat vind ik het mooie van op de lange termijn weten te veranderen. Je kunt alles aanleren zolang je maar weet hoe je dat moet doen. En daarvoor kun je het tandenpoetsvoorbeeld gebruiken. Wil je dus een glas water meer drinken, dan weet je wat je moet doen. Ga het consistent doen. Push jezelf om dat elke keer opnieuw te doen. En uiteindelijk zal het een gewoonte worden. En dan zul je merken dat op het moment dat jij je klote voelt, dat je zo'n klote dag hebt of dat je negatieve gevoelens hebt, dat je het gewoon doet. Net als op de bank hangen, als jij jezelf hebt aangeleerd om gewoon minimaal 3 keer in de week te gaan sporten, dan weet ik zeker dat als je daar een gewoonte van hebt gemaakt en je voelt je even kloten, dat je weet van oké, ik ga gewoon sporten. Misschien iets minder fijn, voelt het iets minder fijn voor je, maar ik kan je wel vertellen, daarna voelt het juist wel weer heel fijn. En dat is consistentie, dat is discipline opbouwen. En dat doe je dus door één gewoonte tegelijkertijd te gaan ontwikkelen. Ik heb hier veel meer al over verteld in andere video's, podcasts. Dus ja, ik zou zeggen, bekijk alles eventjes op mijn YouTube-kanaal bijvoorbeeld of op mijn website. En ga dat dus voor jezelf toepassen. Dus dat is het verschil tussen motivatie, vanuit motivatie werken en vanuit gewoontes werken. Nou, ik ben heel benieuwd, is dit herkenbaar voor jou? Werk jij juist meer vanuit je motivatie of meer vanuit je gewoontes? En welke gewoontes zou jij heel graag willen en kunnen ontwikkelen en zou een enorme impact op jou gaan maken als jij daar ook daadwerkelijk een positieve gewoonte van weet te maken? Mijn oefening voor vandaag voor jou is, start dan met die ene gewoonte. Ga dat net zo lang doen totdat het een gewoonte is en ga dan pas door met iets anders. En zo ga je op de lange termijn structureel, stap voor stap, toewerken naar jouw ideale leefstijl of de dingen die jij heel graag wilt bereiken. Nou, vond je dit nou een leuke video? Laat me dan ook eventjes weten in een reactie. En of jij dus ook vooral vanuit die motivatie of vanuit die gewoontes werkt. En wil je meer video's en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business, vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.